Goedenavond kijkers, we zijn terug met een nieuwe aflevering van Achterklap. Gayadin. Kieswetgeving moet worden aangepast. De toetsing van artikel 9 in samenhang met artikel 24 van de kiesregeling door het Constitutioneel Hof vond vrijdagochtend 5 augustus plaats. Het ging hierbij niet om de manier van kiezen van de verschillende politieke partijen, maar om de wet die voorschreef hoe deze politieke partijen hun aantal volksvertegenwoordigers zullen krijgen in de verschillende districten. Belangrijk te weten is dat het Constitutioneel Hof geen wetten mag veranderen, ze heeft de kiesregeling slechts getoetst. De Nationale Assemblée zal zelf een wetsverandering moeten brengen door middel van de overwegingen van het Hof. Ook de politieke partij VHP heeft een uitgesproken mening. Wij spraken met Assis Gayadin, de fractievoorzitter van de VHP in de Assemblée. Dames en heren, onlangs op vrijdag 5 augustus 2022 heeft het Constitutioneel Hof van Suriname een markante toetsing gedaan ten aanzien van onze kiesregeling. Ze is tot de vaststelling gekomen dat onze kiesregeling strijdigheden vertoont met onze lokale wetgeving als ook met internationale verdragen. In principe hebben ze niks anders gezegd dat deze kiesregeling geen enkele waarde meer heeft. Echter is het niet aan het Constitutioneel Hof gelegen om nieuwe wetgeving of aangepaste wetgeving te maken. Dat doet de Nationale Assemblée. En in verband hiermee praten we met de voorzitter van de fractievoorzitter van de politieke organisatie de VHP, de heer Assis Gayadin. Meneer Gayadin, welkom en bedankt dat u uw tijd neemt om met mij te praten vandaag. Farid en kijkers, luisteraars, zijn ter beschikking. Meneer Gayadin, de uitspraak van vrijdag jongstleden van het Constitutioneel Hof, wat is uw eerste opvatting en hoe is deze uitspraak bij u overgekomen als ook uw politieke organisatie? Nou, laat me aangeven dat het geen verrassing zou zijn, omdat reeds 35 jaar lang wij erover praten, niet alleen, maar dat die samenleving steeds aangegeven heeft dat we een onrechtvaardig kiesstelsel hebben. En dat was al bekend. En nu hebben we een constitutioneel hof, een advocaat heeft dat voorgelegd. En al gauw zo al blijken dat dat aangepast, of tenminste niet ontvankelijk wordt verklaard, die toepassing daarvan. Dus het was geen verrassing in de zin van eigenlijk de hele samenleving weet al langere tijd dat het niet redelijk en billijk is zoals de verdeling van zetels op dit ogenblik gemaakt is. Ja, meneer Assis Gayadin, u zei onlangs langer dan 35 jaar vraagt de samenleving ernaar. Maar in die afgelopen 35 jaar heeft uw politieke organisatie ook mede geparticipeerd in regeringen. Echter was u hoogwaarschijnlijk niet in de frontlinie, zoals nu, met vele anderen. Maar de mensen van destijds, ook van uw organisatie, die hoogwaarschijnlijk al gepensioneerd zijn, die hadden geen behoefte ook om het te veranderen, omdat ze waren ook in de regering waar ze ook de meerderheid destijds hadden. Waarom hadden ze die gedachte niet? Dus ik moet zeggen dat al zeker na 87 hebben we een periode gehad. En zeker in de jaren 90 begon de discussie van het zou aangepast moeten worden. We hebben diverse volkstellingen daarna gehad. En we hebben gezien dat de volkstellingen aantal verschuivingen aangaven. Behalve dat er groei was van die samenleving. En we zien nu bijvoorbeeld een groei van bijna meer dan 50%, 51% van die samenleving. Maar dat die groei niet evenredig ging naar de districten. Districten als Wanica, Komowijn, Para zijn verder exponentieel gegroeid. Dus nogmaals, die discussie werd steeds heftiger en heftiger totdat wij een situatie hebben gekregen dat wij in 2020, zeker bij de verkiezingsprogramma,
wij hadden aangegeven, eigenlijk in 2015 ook, in ons verkiezingsprogramma, dat kiesstelsel en grondwet aangepast zou worden. We hebben nadat we in de regering waren in 2020, direct ook een commissie aan het werk, de president heeft een commissie aan het werk gesteld, de partijen waren al, of zijn al bezig met elkaar te praten. Dus die behoefte was er, is er. En vandaar dat ik denk dat deze zaak ook sneller aangepakt kan worden. Want het moet voor de komende verkiezingen aangepakt worden. Ja, u praat van 2020. U praat over de nieuwe generatie van de VHP. In principe, die nu het voor het zeggen heeft. Maar ik heb het destijds over mijn vraag gehad over de oude generatie. Omdat ik weet dat DA 91 in het jaar 1991 in haar partijprogramma en in die verkiezing het gevraagd heeft. Uw politieke organisatie, ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent, was falikant er tegen. Meneer Lachman heeft op een politieke podium gezegd, waarom moet ik het veranderen? We hebben toch geen problemen ermee? Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Waarom is die behoefte er niet altijd niet geweest? Maar die behoefte is er nu wel bij de nieuwe generatie politici van de VHP. Nou kijk, ik kan niet helemaal praten voor dat moment. En soms, kijk, in een kiesstelsel is altijd een dynamisch proces. Wat je krijgt is dat terwijl je bezig bent met het land besturen en situaties zich voordoen, je kent situaties van machtsvraagstuk, economische situatie, dus al die dingen maken soms dat weliswaar sommige dingen verschoven worden, maar belangrijk is nogmaals, vanaf 2015, waar ik zeker in het bestuur ben van de partij, hebben we die discussie gevoerd. En we zijn eigenlijk ook in 2015 met de voormalige regering bezig geweest om dat te wijzigen. Er zijn zelf voorstellen gedaan. Het is zelf gekomen naar het parlement om behandeld te worden, totdat de NDP op een gegeven moment zei nee. We gaan niets meer wijzigen, alleen maar dat van combinatieverbod. En dat was buiten de afspraken, want er waren heel wat gesprekken daarvoor gevoerd. Alleen heb ik laatste moment nog kunnen doorvoeren plicht van het aanplakken van resultaten. Gelukkig ook, want je weet niet wat er zou gebeuren als dat niet doorgedrukt was. Ja, u bent al ingegaan op deze vraag die ik u zou stellen. Jullie hadden een goed dialoog met de NDP toen zij in de coalitie waren. En in jullie dialoog ging over het aanpassen of al dan niet het wijzigen van de kiesregeling. Maar jullie hadden afspraken over meerdere onderwerpen. De NDP heeft toen jullie informeel toegezegd dat ze zouden meewerken. Hoe komt het dat de NDP jullie dan zo gepakt heeft en falikant heeft laten vallen? Nou kijk, dat is ook een zaak waarbij we zien dat wanneer afspraken gemaakt worden, en u refereert naar het verleden, zodra het soms partijen goed uitkomt, wens men dan geen verandering aan te brengen. Dat is ook in het verleden gebeurd. Misschien toen Front 40 zetels had. Misschien dat men toen niet gewenst heeft. Maar er speelden ook andere dingen in het land. De NDP dacht om door te gaan met dit systeem. En dat heeft gemaakt dat wij vandaag zo'n uitspraak hebben gekregen. En had men meegewerkt, dan was er tenminste al wat verschuivingen gekomen. Maar jammer, we gaan door. En ik denk, ik ben blij dat die discussie nu zover is, dat het Constitutioneel Hof uitspraak heeft gedaan. En dat wij gezamenlijk als natie ervoor moeten zorgen dat Ja, meneer Gayadin, hoe moeten we nu verder gaan? Die uitspraak ligt daar, we weten, het is bekend.
Wat moet er nou in principe gaan gebeuren? Er gaat een nieuwe wet moeten komen. Er gaat aanpassing moeten komen. Zou dat voor die verkiezing moeten gebeuren? Zou dat volgend jaar moeten gebeuren? Hoe snel moet dat gebeuren? En wat zou er eventueel gebeuren als er een regeringsbreuk ontstaat en die verkiezing moet sneller dan in 2025? En het is er nog niet. Wat moet er nu gaan gebeuren? Nou, elk land moet zo snel mogelijk en spoedig mogelijk de regelingen, zeker voor verkiezingen, hebben. En dus ik denk dat we zo snel als mogelijk, we moeten niet wachten tot de verkiezingen naderen. Normaal zou je zeggen, ja, zorg ervoor dat er 2 jaar voor de verkiezingen je regelingen in orde zijn. Maar ik denk terecht, zoals u zegt, je kan nooit weten wat zich voordoet. Dat er vervroegde verkiezingen zouden moeten komen. Dus je moet dat in place hebben. Dus ik denk dat het zaak is dat, zoals de regering aangegeven heeft, zij de zaak bestudeerd hebben en zo snel als mogelijk daaraan zullen werken. En laten we zien als we nog dit jaar in staat zijn om die wijzigingen aan te brengen. Oké, meneer Assis Gayadin, mochten er wijzigingen komen, mochten er veranderingen komen of mocht er een compleet nieuw systeem komen, zal dat onderworpen worden aan een stemming in de DNA of gaan jullie zeggen, nee, laten we een nationale referendum hier eens overhouden? Wat is uw gedachtegang? Nou, de grondwet is duidelijk. Hoe breng je wijziging in de kiesregeling? Daar staat het duidelijk dat het in het parlement zou moeten plaatsvinden. Vooralsnog denk ik niet dat het zo'n ramp is dat je helemaal naar een referendum moet gaan. Dus ik denk dat de grondwet duidelijk is. Je moet 2/3 meerderheid hebben. En het zou in het parlement kunnen. Oké. Welk model hebben jullie in gedachten? Want je zegt, jullie denken al sinds 2015, sinds 2020. Ik neem dat er wat gedachtegangen zijn. Wat is uw eerste gedachtegang hoe het min of meer eruit moet gaan zien? Want je zegt, jullie hebben al lang nagedacht. Ja. Ik denk dat als ik praat, wat VHP betreft, wij 2 uitgangspunten hebben. 1 is dat onze districtenstelsel, zoals wij die kennen, die heeft wat voor- en nadelen natuurlijk. En uitgaande van de voordelen hebben we gezegd, laten we die districtenstelsel handhaven. Maar als je die districtenstelsel handhaaft, krijg je dan die discrepantie. Want bij het toekennen van zetels zou je een bevolking van 3000 bijvoorbeeld in Coroni, die zou dan, als het ware minimale 1 zetel, als ze dat krijgen, wil dat zeggen dat je over het hele land 550 inwoners hebt, dan zou je 183.000 zetels moeten hebben. En zo'n parlement willen we ook weer niet hebben. maar misschien worden we unieker mee, hè? Je weet het nooit, hè? Maar goed, ga je gaan. Goed, dus wat zeg je? En ik heb ook gelezen het vonnis van het Constitutioneel Hof. Men praat niet over... eigenlijk kan je... En overal ter wereld heb je positieve discriminatie, maar je moet het kunnen onderbouwen in de zin, in de loop der jaren, die wijzigingen. En we hebben verschillende volkstellingen gehad. Dus die positieve discriminatie die we nu hebben, afgelopen verkiezing was Wanica, geloof ik, die laatste zetel was 8.100. En een voorbeeld geef ik hoor. Coroni was, geloof ik, 800, zoiets. Dus je ziet dat dat niet kan. 8.000 tegenover 800. Dat het, hier kan je niet meer praten over positieve discriminatie. Dus ik denk, dus als we het districtenstelsel handhaven, zou dat moeten inhouden dat wij dan de herverdeling hebben van de zetels. Dus in dat geval zou misschien Paramaribo dan van 17 naar 21, 20, 21 moeten gaan. Je zou dan
Veronica van 7 naar 11 moeten gaan, noem maar op. Maar dat zou inhouden dat de andere districten, alle andere districten die 4 en Opkomowene en Parana, die meer zetels hebben, 1-1 moet afstaan. Dus dat wil zeggen, misschien zelf 2 in Nikeri, Koroni, Marowijn, Brokopo, noem maar op, Saramaka. Dus je begrijpt, maar dan nog zou je een grote discrepantie krijgen tussen Koroni en de rest. Dus dat is mijn aangepaste voorstel, waarbij we ook de districtsgrenzen enigszins zouden kunnen aanpassen. En als we kijken naar de cultuur van Koroni en, laten we zeggen, rijstbouw, grootlandbouw, dan zou ik voorstellen om dan desnoods Wageningen erbij te nemen in Koroni, zodat je dan toch wel een kiesdistrict hebt die overeenkomt met de grenzen van zo'n district. En dat je dan 6000 inwoners hebt, wat redelijk is voor titel. Ja. En wat is je gedachtegang? Want mensen praten er ook over om tot een landelijk evenredigheidsstelsel over te gaan. Denken jullie ook daaraan? Ja, kijk. Want mensen praten ook van, we willen een simpel systeem, one man, one vote hebben. Nee, kijk, we hebben erover gesproken. En je districtenstelsel heeft zijn voordelen. Maar ook zijn nadelen natuurlijk. En een van de voordelen is dat je mensen die goed geassocieerd zijn met het district ook een bijdrage kan leveren. Want laten we eerlijk zijn, je hebt achtergestelde situaties die toch wel beter tot zijn recht zou moeten kunnen komen. En vandaar dat wij niet direct naar een landelijk IV zou ik niet voorstellen. Dat is mijn mening. En dat is die discussie ook geweest toen. Wat we ook kunnen doen, en dat is die combinatie die wij voor 1987, voor in de jaren 80 kenden, na 67 geloof ik, of dat was 69, was die combinatiesysteem van een deel districten en een deel landelijke EV. Uh-huh. Dus dat is ook een mogelijkheid waar naar gekeken zou kunnen worden. Maar meneer Gayadin, sinds we het districtenstelsel hebben, hebben we ook opgemerkt, en u bent al lang genoeg parlementariër om te kunnen concluderen, dat in de meer achtergestelde gebieden, zo u wil, de districten, zij niet beschikken over genoeg capaciteit mensen. Ze beschikken wel over veel mensen. Ze beschikken ook over hardwerkende mensen, goede mensen. Alle mensen die een bepaalde capaciteit hebben, die wonen en werken in Paramaribo. Ik zie toch niemand wonen en werken in Sipaliwini, maar die hebben ook zetels, maar ze wonen niet daar. Dus dat systeem houdt zichzelf in principe voor de gek. Dus we zien dat ook in Nikeri. We zeggen niet dat er niet genoeg is, maar waarop het eigenlijk neerkomt, wanneer je geen mensen hebt die het district kunnen liften in al haar facetten, dan lift het district op zichzelf ook niet. Dus vandaar dat de mensen zeggen, hoe bevorder je dat ook in de districten? Sipaliwini, daar zijn de zetels. Maar u weet bliksems goed als ik en iedereen weet dat die mensen niet daar wonen. Ze wonen in Paramaribo. We weten ook dat veel van die mensen van Brokopondo in Paramaribo wonen en niet in Brokopondo. Dus dat systeem houdt zichzelf voor de gek. Dus daarom hebben wij, twee markante wijzigingen die wij voorstellen. Dat is één van ze is natuurlijk herindeling van de zetels. En de tweede was zeker een kwestie van woonplaatsbeginsel. Want terecht, zoals u dat opmerkt in de praktijk, zien we dat men zich niet eraan houdt. En eigenlijk het systeem, als het ware, in de maling nemen. Dus positief bedoeld hoor. Maar daarom zeggen we... Ze belasteren dat systeem. Ja, dus ik zeg het, u hoeft het niet te zeggen. Ik neem het op mijn rekening. Ja, wat ik voorstel, wat wij voorstellen daarom, is laten we... Het gaat om de gebondenheid van een persoon met dat district. En niet van omdat dat
die persoon daar woont. Die gebondenheid heeft niets met het wonen te maken. Die gebondenheid kan ook anderszins uitgedrukt worden. Dus wij praten daarom om woonplaatsbeginsel los te laten. Omdat ik, en deze discussie heb ik in het kader van, ook in het binnenland hoor, terwijl ik bezig was met de Gramangs te praten enzovoort. En we zijn ook aangegeven dat het weinig zin heeft. Uh-huh. Omdat je hebt liever iemand die beter gebonden is met de gemeenschap, dan iemand uit mijn woonplaats, uh-huh, die nooit meer terugkomt. Ja. Dat er weer verkiezingen zijn. Dus dat hebben de Gramangs bijvoorbeeld ook aangegeven. Uh-huh. En ik denk dat dat ook de onderbouwing is geweest bij ons om woonplaatsbeginsel los te laten. Oké, meneer Aziz Gayadin, daar praten we mee, dames en heren. Hij is de fractievoorzitter van de politieke organisatie, de VHP. Meneer Gayadin, 2/3 meerderheid, dat betekent het gaat gewoon simpele optelsom gemaakt moeten worden om naar die 2/3 te gaan. Er zijn verschillende constructies mogelijk om naar die 2/3 te gaan. Je kan situaties krijgen straks in the end of the day met een eindpresentatie, dat de huidige partijen die nu al in het parlement zitten, want zij hebben het stemmingsrecht, de mensen daarbuiten kunnen babbelen en huppelen, maar ze hebben geen stemmingsrecht. En wat kan er eventueel gebeuren als zelfs partijen deel uitmakende van die huidige coalitie het mogelijk oneens zijn, maar je kan die 2/3 wel halen in een crossover met andere politieke organisaties die in de DNA zitten. Want het is gewoon een optelsom maken. Zoveel plus zoveel is zoveel, zoveel plus zoveel. Compromissen en ik heb die 2/3. Hebben jullie een beetje daarover gescrambled? Ik denk dat daarom die discussies nationaal gevoerd zullen worden. En het is per slot van rekening een nationaal belang. We kunnen niet verder gaan naar verkiezingen zonder een kiesregeling. Dus ieder zal moeten bijdragen, uitgaande van de uitgangspunten van een zo rechtvaardig mogelijk kiesstelsel om mee te werken. Dus het is niet een kwestie van Minowani of Minolobby. Gaan jullie ook in die discussie meenemen, want dat wordt ook al een hele poos gevoerd, om de president rechtstreeks te laten verkiezen? Want de president wordt nog indirect gekozen. Men stemt niet voor een president, is er parlement, komt bij elkaar en maakt er een optelsom van en iemand wordt president van het land. Discussie worden ook al geruime tijd gevoerd om te zeggen, hey, kunnen we die president niet rechtstreeks kiezen? Hoe gaat dat ook gebeuren? Dus, kijk, we hebben discussies gevoerd en dat is een kwestie van wijziging van de grondwet. Welk stelsel, parlementair stelsel, gemengd stelsel, hybride stelsel of een helemaal presidentieel stelsel. Dus die discussies zijn gevoerd. Vooralsnog, je begrijpt, er zijn heel wat wijzigingen in onze grondwet. Uitvoeringswijzigingen die op dit ogenblik noodzakelijk zijn, die gedaan moeten worden, omdat nu ook gebleken is, als er zich omstandigheden voordoen, dat je grondwet nog niet voldoet. Dus ik denk dat heel wat wijzigingen in de loop der jaren gepleegd moeten worden. Maar we moeten, denk ik, ook niet alle druk in één periode leggen. En nu, en deze komende 2 jaren of 3 jaren. Ik denk dat we wel erover eens moeten zijn, maar die spreiding wel moeten maken, wat geeft voor prioriteit. Okay. Op dit moment. Voor deze wijziging, hebt u zelf gezegd, hebben we 35 jaar gewacht. 35 jaar. Ik praat over het kiesstelsel, daar hebben we 35 jaar over gewacht, toch? Dat betekent, er zijn zoveel mensen ook overleden in die 35 jaar. Dus in principe, een hele generatie is zo goed als voorbij gegaan. Betekent dat, voor we verder gaan huppelen met grondwetswijzigingen, gedachten gaan, we weer een ander 35 jaar over gaan doen? Nee, ik denk dat als we ons inzetten, dat we kiesstelsel en een paar essentiële wijzigingen in de grondwet wel voor deze periode kunnen doorvoeren. En het is een dynamisch proces. En de andere, laten we zeggen, meer structureel, zwaar ingrijpende wijzigingen van welk stelsel in het bestuur en hoe het bestuur te hervormen,
Al dan niet afschaffen van regionale organen en dat soort zaken. Dat kunnen we misschien voor de volgende, dat is mijn mening, voor het volgende traject laten. Je bedoelt andere regering? Nou, deze regering, tenminste zeker de VHP blijft, dus daar ga ik. Meneer Sissanjadin, mag ik u dankzeggen voor uw bijdrage in deze uitzending. Graag gedaan. Met de uitspraak van het Constitutioneel Hof heeft ons land op dit moment geen wetgeving op basis waarvan verkiezingen kunnen worden georganiseerd. Een democratische rechtszaak zonder kieswetgeving is onvoorstelbaar. Deze leemte moet niet te lang bestaan. Dat betekent dat in Suriname nieuwe kieswetgeving moet komen of dat de wetgeving moet worden aangepast. Bij wet moet ook worden geregeld de verdeling van de zetels van de Nationale Assemblée per kiesdistrict en de methoden, volgens welke de regeling van de zeteltoewijzing plaatsvindt. Deze kieswetgeving dient met 2/3 meerderheid te worden aangenomen, zo bepaalt de grondwet. Dat betekent dat bij een volledige aanwezigheid in DNA 34 stemmen nodig moeten zijn om de kieswetgeving aan te nemen. Dat betekent dat de grootste coalitiepartij alleen niet in staat zal zijn om het vereiste aantal stemmen te vergaren voor goedkeuring van de wetgeving. De medewerking van de NPS en de APOP-NPL zullen in deze vereis zijn. Die medewerking is niet gegarandeerd. Eerder heeft de APOP aangegeven dat ze niet mee zullen werken aan het veranderen van het kiesstelsel. De ervaring leert dat politieke partijen hun standpunt met betrekking tot het kiesstelsel bepalen op basis van welk profijt het voor hen meebrengt. In deze is het kiesstelsel in het voordeel van de APOP, althans de partijen die hun zetels halen in onder andere het binnenland. DA 91 is de eerste partij geweest die gevraagd heeft naar wijziging van het kiesstelsel. Het NF, inclusief de VHP onder Lachman, waren toen tegenstander van wijziging van het systeem. Opmerkelijk is ook dat de grondwet al vanaf 1987 aangaf dat er een constitutioneel hof moet komen, maar dat niet is gekomen. De partijen die beweren democraten te zijn, hebben het CH niet ingesteld. Het CH is ingesteld onder de regering Bouterse. Wij bedanken u voor uw aandacht. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. Een fijne avond toegewenst.